Ronald Koeman wordt de nieuwe trainer van Feyenoord. Hij is daarmee de opvolger van Mario Been. Koeman was eerder in dienst in Rotterdam. In 1997 sloot hij zijn carrière als speler af bij Feyenoord. In zijn laatste wedstrijd in de Kuip wist hij zelfs nog te scoren. Uit een vrije trap maakte hij destijds 2-0 tegen Heerenveen. Naast zijn periode bij Feyenoord speelde Ronald Koeman ook bij Ajax en PSV. Door ook als trainer aan de slag te gaan in Rotterdam gaat hij de geschiedenisboeken in als enige Nederlander die zowel als speler en als trainer werkte voor de traditionele top 3. In Eindhoven en Amsterdam vierde hij als trainer 3 kampioenschappen.